Dag Eline, hoe gaat het met jou? Goed, we gaan direct beginnen met de show, dus het is altijd een beetje spanning ervoor. Ja. Dus excited. Gezonde stress, Gezonde stress. Wat is uw job precies? Wat is uw functie? Ik werk als redacteur, dus voor de dag van vandaag. Dus ja, dat betekent eigenlijk gewoon de hele quiz eigenlijk maken. Dus ja, dat is het nieuws zoeken, de vragen opstellen, uitwerken, soms de media en zo ook. En dan ja, tijdens de opname doe ik ook de autocue. Wat houdt dat precies in? Dat zijn vooral de intro-tekstjes om de rondes uit te leggen en om over te gaan naar de volgende ronde. Dat leest Bart altijd recht in de camera en dan leest hij het tekstje af eigenlijk. En ja, dan, om het makkelijk te zeggen, scroll ik gewoon mee met wat je aan het lezen is. Dus dat is gewoon de overgangetjes. En past jij zelf ook de tekst aan van het script, zodat dat voor Bart leesbaarder is of zo? Ja, na elke ronde is er bijvoorbeeld altijd een samenvatting van hoeveel geld en zo dat er is. Dus ik moet dan altijd goed meevolgen en meetellen. Het kan gebeuren dat er een fout wordt gemaakt en dan kan ik dat ook nog altijd rap aanpassen. Dat is dan in Tinkerlist zelf dat ik dat doe. En dan verspringt dat automatisch op de autocue. Dus dan, dat is makkelijk voor Bart ook om mee te volgen. En dat is heel handig, ook als er dan rap iets in de vraag of zo. Of het is bijvoorbeeld een lange lijst met antwoorden en dat is soms voor Bart moeilijk om te zien wat er juist al is gezegd en wat niet. Dan kunnen wij dat ook bijvoorbeeld doorstrepen of inderdaad dingen aanpassen. Of als ze extra informatie vragen, kunnen we daar rap opzoeken en rap mee in het Tinkerlist kaartje zetten. Dat is eigenlijk een makkelijke manier om ook met Bart te communiceren, inderdaad. Eigenlijk van zo'n programma's waar we enkel Tinkerlist, dus wij maken daar de vragen in. Dat komt zo ook op de prompter voor de autocue. Dus dat is, de regie leest daar ook uit mee. Dus eigenlijk is Tinkerlist ons heilige platform eigenlijk. Hoe is dat om met Bart samen te werken? Heel leuk. Ik vind het echt super tof. Hij is echt een goede mentor. Hij motiveert altijd iedereen. En hij is ook super betrokken. Echt met elk detail van het programma. Is echt heel leuk om mee samen te werken. Ik snap niet hoe dat hij het allemaal doet. Het is een hele zware job voor hem. Maar ja, hij doet dat echt heel goed. Het is heel tof. Ik ga een beetje afronden, want het begint hier drukker te worden. Ik wou nog peilen naar het paperless gehalte. Het aspect dat nu meer en meer de norm wordt. Ja. Hoe ervaart jij dat binnen uw job? Ik vind dat handig dat alles online is eigenlijk. Omdat met papier raak je heel veel dingen kwijt en dan vind je dat altijd slecht terug. En online is dat handig dat iedereen op hetzelfde ding eigenlijk kan werken en zien wat dat je aanpast zonder dat je dat altijd expliciet moet zeggen. En ook, stel nu voor, iemand past iets aan. Je kunt ook altijd in de geschiedenis gaan terugkijken hoe dat daarvoor was. Dus dat is heel handig dat je eigenlijk gewoon altijd de evolutie kunt zien zonder dat je dat de hele tijd moet uitspreken. Dus dat is wel heel tijdsbesparend eigenlijk. Ik vind dat heel goed eigenlijk. Okay, super. Daar is mij u gewoon nog veel succes te wensen met de show. En geniet ervan. Jullie ook. Merci.